In heel Europa vragen mensen met een zeldzame ziekte aandacht en geld voor hun aandoening. 29 februari is uitgeroepen tot Zeldzame Ziektendag, omdat er nog steeds door gebrek aan onderzoek en medicijnen jaarlijks duizenden patiënten overlijden. Nederlandse patiëntenorganisaties willen dat de overheid nu haar verantwoordelijkheid neemt en flink wat geld in onderzoek gaat steken. Ik ben Marise, ik heb de ziekte van Pompen. Dat is een zeldzame spierziekte en er zijn in Nederland ongeveer 100 mensen die dat ook hebben. Dit is Soraya. Zij heeft een stofwisselingsziekte, mitochondriale myopathie, die slechts enkele honderden mensen hebben. Dit is mijn zoontje Joas. Hij is een van de drie kinderen die het Marshall-Smith-syndroom heeft. En dat houdt in dat hij een botziekte heeft. Je spreekt van een zeldzame ziekte als niet meer dan 1 op de 2000 mensen de aandoening heeft. De Zeldzame Ziektedag is voor de patiënten een manier om met elkaar in contact te komen en aandacht te vragen voor hun aandoening. Er zijn nu 7000 zeldzame ziekten bekend en in Nederland lijden 1 miljoen patiënten aan zo'n ziekte. Er wordt maar weinig onderzoek naar gedaan omdat bedrijven het te duur vinden om voor een hele kleine groep een medicijn te vinden. Het ontwikkelen van geneesmiddelen kost 600 tot 800 miljoen. Voor kleine patiëntengroepen kan de industrie dat niet alleen. En de overheid moet hier ook een verantwoordelijkheid nemen en het onderzoek samen met de industrie opstarten. De regering moet dus flink geld in onderzoek gaan steken, vinden de patiënten. Want anders is er geen hoop voor hen. Op het moment dat er bijvoorbeeld ontdekt wordt waar deze ziekte door veroorzaakt wordt, hopen we dat er ook iets meer gezegd kan worden over de behandeling van deze ziekte. En misschien wordt Joas er niet mee geholpen, maar zo niet, dan hopelijk andere kinderen met deze ziekte die nog geboren gaan worden. Ze heeft wel wat ondersteunende medicijnen om die stofwisseling wat makkelijker te laten verlopen. Maar het zijn geen geneesmiddelen in die zin dat dat haar ziekte daar minder erg door wordt of verbetert. Dat niet, helaas. De vereniging Spierziekte Nederland werkt nu samen met organisaties in het buitenland. Ze nemen zelf veel initiatief. Wij maken om te beginnen de onderzoekers enthousiast. We gaan naar de farmaceutische industrie, slepen die erbij. Zorgen op een gegeven moment dat een medicijn getest kan worden, dat er patiënten zijn. Zorgen ervoor dat het vergoed wordt en dat het ook uiteindelijk op de markt gebracht kan worden. En de aanpak heeft succes, want er is nu een medicijn voor de zeldzame spierziekte Pompen. Het leven van Marie-Heese Schoneveld van der Linde is er totaal door veranderd. Ik dacht vroeger dat ik niet ouder zou worden als 40 jaar. Ja, en nu heb ik gewoon een nieuwe toekomst. En dat betekent dus dat ik gewoon echt aan mijn pensioen moet gaan denken. En dat klinkt dan raar, maar dat is echt een hele verandering in je leven. En andere patiënten met een zeldzame ziekte hopen op zo'nzelfde doorbraak.